En jonge Surinaamse kinderen moeten bewust zijn over de natieliefde van ons land. Dit zei Johan Rozer, voorzitter van Nationaal Comité Slavernijverleden, bij de lancering van de schrijfwedstrijd voor studenten van het voortgezet onderwijs voor junioren VOJ met als thema natievorming. Hieraan kunnen studenten van 12 tot en met 15 jaar meedoen van verschillende VOJ-scholen. Deze wedstrijd wordt gehouden in verband met 160 jaar afschaffing van de slavernij en dient om bewustwording te creëren over de geschiedenis en saamhorigheid van ons land. En we willen dat doen op een manier dat in ieder geval effect niet alleen maar sorteert, maar dat we weten dat we jonge Surinamers ook de gelegenheid hebben gegeven om na te denken over onze multiculturele samenleving. En we gaan dat doen landelijk, met scholen, met leerlingen tussen de leeftijd 12 en 15 jaar. Dus VOJ-onderwijs breed genomen. En de bedoeling is dat de kinderen vanuit hun eigen beleving van de multiculturele samenleving tussen de 500 en 550 woorden op papier zullen stellen. Er zijn prijzen aan verbonden. Het totale prijzenpakket bedraagt 10.000 SRD. En we hopen dat dat ook een stimulans zal zijn dat de kinderen gaan schrijven. Maar daar gaat het niet alleen maar om. Het gaat er vooral om dat ze mee helpen denken over hoe Suriname er morgen eruit zal moeten zien. Stanley Dijksteel, vertegenwoordiger van de Nationale Commissie Jubileumjaar, voegt eraan toe dat het belangrijk is om de jeugd te betrekken in de activiteiten die te maken hebben met de jubileumjaren. Op die manier wordt er gewerkt aan bewustwording en kennis. Aan de kinderen die hier gaan meedoen, landelijk wil ik meegeven. De kinderen van tegenwoordig hebben niet zoveel barrières en muren om met elkaar om te gaan als het betreft etniciteit en culturele achtergrond. Dus het zal iets makkelijker vergaan dan onze ouders, wij ouderen. Ik wil de kinderen een tip geven. Begin eerst na te denken. Wat zou ik doen als ik president was van dit land? Om ervoor te zorgen dat alle groepen redelijk met elkaar kunnen samenleven. Dat is één. Lees je opstel een paar keer en bedenk dan pas een titel voor je opstel. En vanuit het kabinet kan ik aangeven dat wij een extra prijs van 5000 SRD toekennen aan de winnares van deze opdracht. Bij de officiële overdracht van de opdracht aan de studenten verklaarde de organisatie het voor geopend. De uitslag wordt nader bekendgemaakt.